Nou, wat strikt de bank in ieder geval af? Ik heb er een paar op een rijtje gezet. En u denkt misschien, dit is te gek voor woorden dat je dat nog noemt, maar toch krijg ik het allemaal langs. Een businessplan met een niet sluitende begroting. Ja, we zien ze. Dat kun je ook de onrendabele top noemen. Maar aan die onrendabele top moet je zelf iets hebben gedaan. Dat kan een bank niet voor je oplossen. En die onrendabele top, wij zien het bij woningbouwcorporaties, die zitten in hun maag, die willen, we hebben het even over energie besparen, vind ik eigenlijk nog belangrijker dan energie opwekken. Die willen energie besparen, die willen die woningen van G naar A of naar B, en nu is die grondregeling en dat goedkope geld eventjes gesloten. Dus dan hebben ze een onrendabele top die wat hoger is. Ja, dat is natuurlijk hun probleem. En zij komen ook niet bij de bank met dat vraagstuk. Zij kunnen dat oplossen door bijvoorbeeld de levensduur van de woning na renovatie van 20 naar 23 jaar te zetten. Is in één keer die onrendabele top weg. Ja, verbaast u misschien, maar dit is wel iets waarmee je kunt schuiven. Zo moeten we ook naar energieprojecten gaan kijken. Dit is één heel belangrijk aspect. Kom niet met een businessplan dat niet sluitend is. U moet eraan verdienen. Als er niks aan te verdienen is, heeft de bank er geen vertrouwen in. Een businessplan waarin niet uitgebreid beschreven is welke subsidies gehaald zijn voor het enthousiasmeren van de achterban, het opdoen van kennis. Als deze subsidies niet gebruikt zijn, er geen pogingen zijn gedaan, hebben we er al minder vertrouwen in. Tenzij je natuurlijk te maken hebt met de professional die dat 10 keer heeft gedaan. Maar wij hebben het nu over lokale, frisse, nieuwe initiatieven. Als er niet heel uitgebreid bewezen wordt dat het project kennis heeft van de wet en regelgeving, is het een no-go voor ons. Wij gaan niet uitleggen wat de problemen zijn van de warmtewet die als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Dat moet het project zelf weten en daarop anticiperen. En daarover nagedacht hebben. Wet en regelgeving. Vanmiddag gaan we het hebben over wat ik zelf de klassefiscus noem. We kennen klassejustitie. Nou, ik denk dat er ook klassefiscus is. Als u met een woningbouwcoöperatie bedenkt, we gaan bovenop onze flat allemaal zonnepanelen leggen, dan moet u wel energiebelasting betalen en u moet wel btw betalen. En als ik die in een villa woon, op mijn dak de zonnepanelen leg, dan hoeft dat niet. Klassefiscus. En dat is een groot probleem. Dat noemen we ook wel salderen voor en na de meter. U bent daar vast mee vertrouwd. Vanmiddag krijgen we bij de Peanuts een prachtige Green Deal, waarin we gaan bepleiten dat je wel op dezelfde manier gebruik mag maken van je zonne-energie als je dat met z'n allen moet doen. Net zoals degene die dat in zijn eentje kan doen. Dat gaan we vanmiddag zien. Maar het project, het businessplan, moet kennis hebben van al deze zaken. Daarop vooruitlopen, zeggen als plan A niet lukt, dan hebben we plan B. Met andere woorden, we willen de advocaat van de duivel in het plan zien zitten. De afnemers. De afnemers zijn cruciaal. Voordat je gaat opwekken, moet je eigenlijk de afnemers hebben. Niets is voor een bank zo angstaanjagend als een plaatje zien met een kaststroom waarbij we nog niet weten wie daar straks gaat betalen. Die afnemers die moeten erbij betrokken zijn. Die moet u hebben. Het is belangrijker om eerst die organisatie op poten te hebben dan dat er iets geproduceerd wordt. Begin bijvoorbeeld met distribueren. Ga daarna opwekken. Maar begin met je klantenkring. Een vierde, vijfde aspect wat ons enorm afschrikt, dat is alles wat niet helder en transparant is. Denk maar gerust dat die bankier heel simpel is. Denk maar gerust dat hij nergens verstand van heeft. Maar leg het uit. Leg alles uit wat je doet. In duidelijke passen, in fase, in tijd. Noem alle betrokkenen. Noem op wie er allemaal meedoet en waarom ze meedoen. En vooral, what's in it voor iedereen. Maak duidelijk wie waar wat gaat verdienen.
Als onduidelijk is hoe uiteindelijk de consument voordeel kan hebben van de lokaal opgewekte energie, en als alleen maar duidelijk is dat het energiebedrijf zelf er goed garen bij vindt, dan is het voor ons een vraag waarom zullen die lokale consumenten lid worden, klant worden van jouw bedrijf. Het moet duidelijk zijn hoe het drama van de hoge energiekosten in de toekomst steeds minder gevaarlijk gaat worden voor de klanten van het lokale energiebedrijf. Dus er moet een bonus in je plan zitten die met de jaren steeds interessanter gaat worden. En je mag best in het begin nauwelijks prijsverschil hebben, maar op den duur moet je kunnen garanderen dat er een afstand gaat komen tot die, als een raket omhoog schietende prijzen voor energie die we straks gaan zien. Dat is eerlijk naar de consument en daarmee wek je ook vertrouwen. Maar maak het daar, laat zien hoe je dat doet. Goed, wij moeten dus absoluut geen plannen zien die onrijp zijn. En het rare is dat ondernemers vaak denken, als ik maar eerst de bank achter me heb. Nee, die bank krijg je niet achter je als je niet eerst zelf een krachtig plan hebt. Daarna dus pas. Wanneer lopen wij wel warm? Nou, u begrijpt het natuurlijk al, hè? Als u zelf in uw plannen de advocaat van de duivel heeft gespeeld. Als u plan A heeft voorgelegd, maar ook plan B in uw achterhoofd heeft. En als u op alle elementen die onderdeel maken van de toekomstige kaststroom een soort gevoeligheidsanalyse zelf al heeft toegepast. Wat als nu eens de bouw een half jaar vertraagt? Oh, ja, de terugbetalingsvergoeding gaat lopen. Kunnen we daar met de bank een afspraak over maken? En hoe moet die er dan uitzien? Wat als maar de helft van de toekomstige aansluiters al wordt aangesloten en het gaat nog 3 jaar duren voordat de rest gaat aangesloten worden. Wat gaan wij doen? Wat als de wet en regelgeving zoals die er nu uitziet straks toch anders gaat worden? Ik geef een voorbeeld. Stel dat we met de Green Deal van het salderen, weg met de klassefiscus, een oplossing gaan krijgen, maar het is nog niet helemaal vastgelegd. Gaan wij dan als bank alvast financieren? Gaan wij zeggen, die 10.000 mensen die allemaal 50 euro hebben betaald om eigenaar te worden van 1 megawatt windturbine, die geen belasting gaan betalen, die geen btw en geen energiebelasting gaan betalen, gaan wij die financieren? Nou, wij zullen zeggen, dat kan ik je nu wel vertellen, voordat zwart op wit staat, met die degelijke overheid, die niet van kleur verschiet bij iedere politieke wisseling, dat het salderen mag, zullen wij het project verplichten om al het geld dat uitgespaard wordt op die belastingen vastgezet wordt. Totdat het moment daar is dat je kunt vrijgeven. En dat is natuurlijk vanuit de bank gezien absoluut noodzakelijk. Aan de andere kant willen wij ook creatief meedenken. Wat is eigenlijk precies de positie als je die belasting niet kunt betalen? En wij willen meedenken over hoe kun je de fiscus voor het blok zetten. Wij willen meestrijden. Wij willen mee in het avontuur gaan. Dat kun je 1 keer doen. Maar dat kan je niet op grote schaal doen. Als pilot kun je een experiment doen. Maar op die basis kun je niet zeggen, zo gaan wij in heel Nederland aan de slag. Zolang we niet zeker weten dat die overheid erin mee wil. Ze moeten een goed onderscheid maken tussen wat een bankier moet doen om zijn nek uit te steken. Eenmalig, tweemalig. Wij hebben het nu misschien 20 keer gedaan in lokale energiebedrijven waarvan we niet helemaal zeker wisten hoe het allemaal uit gaat lopen. Maar daar is een grens aan. Ben ik er doorheen? Oké. Okay. Kan de bank zorgen dat er een lagere rente komt? Ja, dat kon vroeger in ieder geval met de groenregeling. Er zat toch altijd wel 1% tussen de normale marktrente en de groene rente. En dat hielp natuurlijk enorm als prikkel om nieuwe projecten van de grond te krijgen. Maar er is nog een andere methode en die zou ik eigenlijk graag als tweede Green Deal willen aanbieden. En die loopt misschien ook een beetje vooruit op
alle adviezen die overal in het land nu worden gegeven, mijn advies aan de overheid zou zijn, die 10 miljard euro die jullie in die energiebedrijven hebben gestopt, die ga je nu stoppen in duurzame energiebedrijven. Maar niet 1-op-1, want dan heb je er tekort aan. En natuurlijk ook niet die hele 10 miljard, dat begrijp ik ook wel, maar een belangrijk deel. Maar dan laten wij project voor project de juiste menging van het water en de wijn doen. Als het bankaire geld 5% kost en de ex-Nuon gelden, de aandeelgelden die de provincies en de gemeentes hebben opgestreken 2%, en wij gaan dat bijvoorbeeld in een 50-50 verhouding mengen, nou, dan komen we op 3,5%. Dan hebben we al 1,5% korting. En dat kan net dat setje zijn om een zaak wel financierbaar te maken. Deze menging, die kan zelfs nog ondersteund gaan worden met bijvoorbeeld garanties. Want soms is niet de rente het probleem, maar de onzekerheid. Het geld van de overheid kan als garantie gaan hangen onder deze projecten. Het is een beetje wat de groene investeringsmaatschappij ook wil, maar daarvoor heb je dan weer wel, ik zeg het even een beetje goed, een nieuw gebouw met marmer en die dure, laten we zeggen, salarissen nodig. Wij als banken allemaal samen kunnen dit ook doen, als het vehikel ter beschikking wordt gesteld. Nou, zo kunnen wij dus proberen ons aandeel aan de kredietdeal te leveren. Ik zie dat ik moet stoppen. Ik wil graag nog een paar vragen beantwoorden als die er zijn.